Goedemiddag, morgen, avond. Geen idee, maar kijk eens mensen, het is Halloween in Paradisa. Ik zou zeggen, leuk dat jullie kijken naar Mr. Theme Park Fans. En we gaan Halloween beleven hier in Paradisa vandaag. Maar blijkbaar moet ik naar de heetjes gaan. Want de heetjes die zijn misschien aan het spoken tussen het gras en dergelijke. Geen idee. Maar goed, mensen, leuk dat jullie kijken. We gaan Paradisa beleven tijdens Halloween. Dat wordt gezellig. Volgens mij is het zelfs de eerste keer dat ze Halloween doen hier in Paradisa. En dan kun je de vraag stellen van, zal de Efteling dan ook geen Halloween doen en dit en dat? Wel, we gaan het ontdekken vandaag. En misschien op het einde van de video zou ik misschien wel een keertje kunnen zeggen van, misschien kan de Efteling een zo'n Halloween evenement, amai, het is precies Halloween, organiseren in hun park zoals ze het hier doen in Paradisa. We gaan het beleven, we hebben een boekje. We hebben een boekje? Ja, we hebben een boekje, dag Erika. Hoe is het? Goed, zo'n mondmasker, leuk hè? Ja, het is ook nog zo'n dingetje. Ja. In Paradisa heb je ook een COVID safety kit nodig. Sinds vandaag, dat was al eerder bekend, dat ze dat gingen toepassen hier in Wallonië. Dat ze vandaag de eerste dag COVID safety kit gingen doen. Maar ja goed, de regering heeft beslist dat we dat moeten doen over heel België. Maar hier in Wallonië ging dat eigenlijk al van pas zijn. En in Paradisa was het al bekend dat dat vandaag de eerste dag ging zijn dat dat van toepassing is. Nu, wat gebeurt er? Als je binnenkomt heb je nog steeds het... Waar is het hier? Deze VOD nodig. En een keer als je de controle voorbij bent, mag je die VOD afdoen. Dus ja, voilà. Dat is heel simpel gezegd. En nu gaan we Halloween beleven. Ik zou zeggen, enjoy! Hoe is het met geitje Erika? Is ze bang van alle spoken en griezels die er niet zijn? Spoken zijn er wel, maar griezels niet. En dieren ook. Misschien zijn de dieren de griezels geworden. Zijn een grote griezel? Blijkbaar, want dan loopt niet weg. Dat haar, denk ik. Ik kan hier nog heel de dag staan, denk ik. Nee, we moeten nog naar de spoken. Het spook roept al. Donc en fait ici on vous présente des serpents de continents différents. Donc moi c'est le serpent d'origine américaine. Ok. C'est le serpent des blés. Oui mais c'est un serpent qui vit sur terre. Le français c'est cela. Le français c'est une. Oh des dents qui m'a dit. Je suis désolée, je m'en vais. Pour l'instant. Alors, ici, on en récupère en fait entre 600 et 700 par an hein, dans le parc, qui sont abandonnés ou qui sont saisis par la police ou par les douanes. D'accord ? Ja, dames en heren, man, ik heb een hap kunnen eten. Tussen,
alle spoken die er zijn in Paradisa, Erika gaat pasta weten. Allee, smakelijk. 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 Ah. En ik ga volle van één. Dan zeg enjoy, enjoy, enjoy. Het is hier wel duur, maar wel lekker. Dat weet ik ondertussen al. Dan zeg lekker, smakelijk. Ja mensen, Paradisa heeft een goed gevuld programma. En ik vrees dat we vandaag niet alles gaan kunnen doen. Er staan minstens 18 dingen op dat we kunnen doen. Dus we hebben keuze genoeg. En dan hebben we hier nog van alle soorten extraatjes die ook nog aanwezig zijn in het park, in het dierentuin eigenlijk. Allee? Ik ben blij dat ik hier ben. Het is lang geleden. Ja. Zo. Je wordt vandaag is toch redelijk slecht weer, maar dat is niet zo heel erg. Ja, ze voorspellen natuurlijk... dat, maar is dat de vraag? Ja. Dus... De laatste mensen die... De laatste ben ik niet veel video's geweest, dat moest veel gaan werken. Dus voilà. Ik ga maar werken, ja. Moest veel werken, dus... Ja, en nu gaan we hier Halloween vieren in Paradisa. Ja. En eindelijk, hun vulkaan wordt ook een keertje in gebruik genomen. En zoals je hoort op de achtergrond is er hier ook ergens iets bezig. Dus ja. We hebben een goed veel programma en we zijn misschien al een beetje laat. Want we gaan een toertje doen in het park en we gaan zoveel mogelijk filmen voor jullie. Maar zoals je ziet, we hebben een boekje vol. Het is om 9:30. Ja. En het is nog maar kwart na 2 of zo. Ja, maar goed, de tijd gaat snel gaan, hè. Die goed gevuld boekje, dat is er allemaal te beleven. Echt ongelooflijk. Dus je bladert maar door en door. Ja, dat is nu een quizje, maar goed. Zoals je ziet, we gaan tijd tekort komen vandaag. Dat weet ik nu al. Halloween 2021. Wordt een succes. Voilà, tu vois Halloween au Mexique. Joyeux. Bon, d'accord, ok, très bien. Très bien. Bon, donc, la musique, la chorale. Ok. Claire, musique claire. Vamos, amigo. Ok. Pauvre dringueuse, ni claire. Les potions magiques pour se transformer, tu sais, on devait les répéter, on doit les revoir parce qu'elle en a besoin. Et oh là là, qu'est-ce qu'on va faire? On n'est pas assez nombreux, il n'y a personne pour nous aider. Comment tu veux qu'on fasse? Comment ça, il n'y a personne? Nous avons besoin de 4 volontaires. Ouais, elle ne me dégue pas, Virgin de Vol. Ok, bon, je prends la marmite. Hein. Alors, qui vient? Oh, comment tu t'appelles? Spin. Oui. Des pustules. Qui éclate ton petit bulle, oui. Tu mets dans un chaudron un peu de poudre de charbon, un bout de peau de serpent, oui. Trois dents de mort-vivant, de la base de limace. Alors, mesdames et messieurs, chers publics, les enfants, de manière très spontanée, quand je dis de la base de limace, vous faites bleh. Alors attention, ça doit être spontané. De la base de limace, yeah. Elle la semelle d'une vieille godasse. Vous êtes prêts? Attention! Et tutouille, 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 tutouille. Jusqu'à ce que ça devienne baveux. Et tu souffles. Il faut attiser le feu. Et tu baves, tu as juste un molard énorme. Et tu goûtes. Tu te transformes. Et tu touilles, vas-y, touille. Très bien. Et tu souffles. Oui, pas trop quand même, hein. Tu vas l'éteindre. Et tu baves, vas-y avec le bruit. Ah, très bien. Et tu goûtes, vas-y. Et tu te transformes, mais ça fait très peur. Mais tu fais pas. Les recettes d'Halloween, 10 extras, 10 tétraclines. Suffit d'être une sorcière maligne, en bonne magie, mettre un spin. Als je un drac wil zijn, neem een groot wat venijn. Gooi je naar van je kat, en dan schelen van een patat. Drie veren van een haan, een bolle pelputan. Een envol lucifers en een oude vuil van pers. Ok, bon, c'est pas grave. Attention, vous êtes prêts? On est demandé. Yoghurt, totdat de mix tweelerig is. En je blaast, zodat het vuur groot genoeg is. En je kweekt, een rode vieze vuile snot. En je proeft, totdat het tot de lams hebt wordt.
souffles, vas-y, une dernière fois sur le feu. C'est lui qui s'est endormi. Et tu baves, vas-y. Bah, dégoûtant. Et tu goûtes et tu te transformes très fort. Bah. Heureusement que tu t'es transformé, parce que si tu fais rien, on va croire que c'est un ministre. Les recettes d'Halloween, 10 extra, ni d'extra clean, suffit d'être une sorcière maligne. En bonne magie, made up spin. Bravo tout le monde! Exceptionnel! On a eu des super assistants là, levez-vous! Venez près de nous! Eh non, c'est la fin du spectacle! De beste pret had op. Ja. Dat klinkt misschien hek, maar dat is natuurlijk. Is dat een mus? Dat is een mus. Ja. Zal ik het denken? Ik vind dat ook. Ja. Dan wil je er zo'n toch even vlees nemen in de toekomst? Maar wil je er ook?
Nee, dat is mijn Halloween. Dat stond er nog niet. Ah, pas de problème.
Thank you.
dan? Of niet? Ja. Ja? Wat een schatten. Mooi. Nog nooit gezien. Wat ja. Merci beaucoup, bonjour tout le monde, content de vous retrouver et aussi un bonjour à mes anciens chefs et merci aussi à nos amis photographes, merci à tout le monde d'être venu. Ce soir nous vous présentons la danse du cercueil qui est une tradition ouest-africaine, plus précisément du Ghana.
Dans ce pays, on croit qu'il y aurait une autre vie après la mort. Et pendant les funérailles, on porte le cercueil et on danse avec. Et ce soir, pour l'exécution de cette danse du cercueil, nous avons un percussionniste du Burkina Faso, M. Siaka Deni. Un percussionniste de la Côte d'Ivoire, M. Henri. Et quatre danseurs qui nous viennent du Sénégal. Saya manine. Saya manine. Baba. Saya manine. Suka. Saya manginde, Baba. Saya manginde. Saya manginde, Baba. Saya manginde. Saya manginde. Aha. Saya manginde. Saya manginde, Baba. Saya manginde. Thank you.
ça va? We zijn een centurion tegengekomen. Ah ja, zijn zeker? Ja, dat is een halve schaap en met oren en al. Maar als je veel fantasiefilms kijkt, is dat zo. Net rust.
Ja, yeah, mensen, het spook is daar weer, kijk. We hebben een spook op de nachtgrond. En het is spook Erika. Die zich verschuilt daar op die toren. Ah nee, toch niet? Het is het spook van de kijker. Ja. Goed, we hebben Paradise Halloween beleefd. En als ik me niet vergis, was het de eerste editie van Halloween hier in Paradise. Wat vond je ervan? Mooi. Ja, ik heb mij wel geamuseerd. Ja. Ik had wel een beetje Halloween gevoel. En om eerlijk te zijn, het was niet eng. Het was een leuke Halloween. Het was overal wat te doen. Het was fijn, het was gezellig. En ja, dan zouden mensen zeggen van, kan de Efteling dat niet doen? Wel, ze zouden in principe wel herfstfeest kunnen organiseren. Het was te doen met Winter Efteling, bij herfstvieren. En dan kunnen ze zoiets doen, zoals hier in Paradise. Het was top hier. Ik zou zeggen, mocht je nog willen afkomen hier naar Paradise, zou ik zeggen, zeker doen. Ja, je avond goed kunnen vullen, hou er wel rekening mee. Veel dieren beginnen rond een uur of 5 al terug naar binnen te gaan. Ja, 5 uur. Ja, het was zelfs al ietsjes vroeger. Maar het zijn eigenlijk de normale tijden, zoals het park, dan de dieren terug naar binnen gaan. Zo rond 4 uur beginnen ze aan de achterkant van alles weg te doen van de dieren, zodanig dat je ze niet meer kan zien. En op normale dagen gaan de bezoekers dan stiltematisch naar van voor en tegen 6, 7 uur gaan ze naar huis. Dat is wel zo. Wat ik wel tof vond is dat de veervossen waren er wel actief. Ja, dat heb je dan wel, dat je zo naar de avond komt en je loopt hier dan het park door. Ja, tegen 5, 6 uur dan zijn de dieren die normaal tijdens de dag niet actief zijn, s'avonds zijn ze dan wel actief. En er is ook genoeg te doen. We hebben ons niet verveeld. Overal waar we kwamen was er al iets te doen. Het was gezellig. We hebben ons goed geamuseerd. En dat mis ik wel zo'n beetje in bepaalde Halloweenparken. Dat ze zo Halloween doen. Je staat soms 2-3 uur in de rij. Ja, dat is jammer. En wandel je dan rond, is er heel weinig Halloween te beleven. Maar hier was er echt wel een overaanbod aan entertainment. Volle bak. Ik heb me geamuseerd, hopelijk jullie ook. Zou ik zeggen, abonneer zeker op dit YouTube-kanaal. Reageer hier onderaan en geef een duimpje omhoog. Tot de volgende. Dag. Dag.